In verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart is hier vanuit Spui 76 in de zendtijd voor politieke zaken de SGP Bunschoten. 15 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. U kunt als kiezer het verschil maken door op de SGP te stemmen. Een stem voor de SGP is een stem voor het leven. Een stem tegen euthanasie. Een stem tegen abortus. Ook een stem voor het gezin als hoeksteen van de samenleving. En een stem voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook een stem voor de versterking van de veiligheid. Een sterke krijgsmacht om te beschermen wat ons dierbaar is. Maar ook 5000 extra wijkagenten om de veiligheid in de wijken te verbeteren. En contacten met de burger te intensiveren. Een stem op de SGP is ook een stem tegen de radicale islam. Maar ook een stem die opkomt voor de christelijke identiteit en normen en waarden. De zondagsrust, maar ook een stem die opkomt voor de boeren en de landbouwers. Die het moeilijk hebben en ook onze steun nodig hebben. Maar ook een stem tegen de vergroting van de invloed van de EU op Nederland. Dat wij onze zelfstandigheid daarin mogen behouden. Daarnaast zijn er nog vele andere onderwerpen die u kunt vinden in ons verkiezingsprogramma op www.sgp.nl. En mocht u nog twijfelen over welke partij op rechts u wilt kiezen, dan is de SGP een geloofwaardig alternatief. Stem op 15 maart SGP. Doei!